Ding, ding. It's a great thing that they do this because of the fact that it exposes people to this type of music that otherwise may not fully understand or appreciate where it comes from. De grap is wel dat er ontzettend veel muziek in games zit. Mensen hebben het natuurlijk altijd over speelfilms. Maar in games, een game duurt veel langer. Er zit eigenlijk veel meer muziek in een game. Ik denk dat Games & Concerts zeker anders is dan andere concerten. Omdat het publiek gewoon zo divers is. Welkom bij Games in Concert nummer 3 hier in de Utrechtse Vredenburg in Leidse Rijn. Wie is er wel eens eerder naar Games in Concert geweest? Yes, dan weten jullie net als ik dat dit weer een spectaculaire avond gaat worden. Nog nooit zijn er zoveel gastoptredens geweest als vanavond hier bij Games in Concert. Er gaat geweldige gamemuziek gespeeld worden. Dus ik zou ook zeggen, laten we gelijk beginnen met het eerste nummer. En ik wil eerst voorstellen... Het koor Padam, onder leiding van Maria Nieuwkerke. Een applaus graag. En natuurlijk het Metropoolorkest onder leiding van Jurjen Hempel. De wereldpremière van Hees.
working with the Metropole Orchestra has been really great experience. All of the people that they've gotten involved in, besides myself even, are you know, great in their own right, you know, and having the band After Forever to be playing with me is like, wow, that's cool. Zullen we eens proberen? Zijn jullie klaar voor? I got involved in the game industry at a very young age, when I was 17 actually. I had already had a love of computer games and a love of music, and at that time I was introduced to Westwood Studios, and when I got to see behind the scenes of how it is that they put the games together and all the different departments and how the whole team, you know, combined will make the end product, that was really magical experience for me to see how that happened. I thought, wow, you know, I think I could do this. I think I could compose some themes for these games. I had already started getting some fan mail in response to the first soundtrack I had done, and I sort of was writing it off like, oh, well, these just must be diehard fans, you know, and that's nice of them, but, you know, I can't see this being that big of a deal. And then when Riddler came out, it just really went off the charts with the response, and I really got a sense of how many people were really listening, and it was in the millions at that point. You know, when you sell a million copies of a game and you have that many people, you know, writing you and telling you, God, Hell March is the most awesome song, or, you know, it's awesome to hear. And at the same time, it kind of blew my mind to know that, wow, this is bigger than I think it is, you know. We'll be right back.
ik had Bioshock al gestalkt 2 jaar voordat het uitkwam. En toen kwam die muziek uit en toen was het helemaal wauw. En toen kwam er een collector's edition met een cd erbij. En toen dacht ik, nou, het zijn wel de meest intense 15 minuten cd die ik ooit heb gehoord. Dus nu die team hier horen lijkt me echt geweldig. Je kent het spel, je weet wat er gebeurt. Ja, je kent het allemaal en nou wordt het gewoon met een heel concert allemaal weg. Ja, het is geweldig. Het feit dat waar je mee bezig bent, wat je speelt, dat het op zo'n avond even achter elkaar terugkomt, ik vind het altijd hebben. Nou, ik heb zelf ook wel wat met muziek, dus in die zin is dat een leuke combinatie zo. Ja, Mario is echt een klassieker natuurlijk. Dat is altijd gewoon leuk. Dat heeft wel nostalgische waarde. Ja, Super Mario Galaxy, daar kijk ik echt heel erg naar uit. Ik ben heel erg benieuwd. Dat wordt uitgevoerd door Bibi Furiani. Ja? Oh, nou, dat is nog leuker. Jullie zien hem hier al staan, hè? De Vleugel. Er komt straks een wereldberoemd concertpianist. Maar er is wat vervelends gebeurd. Dat wil ik eerst even vertellen. Een aantal dagen geleden is hij heel vervelend gevallen. En heeft hij zijn enkelbanden gescheurd. Ja, dan denk je aan het begin van, een pianist, maakt niet zoveel uit, zijn handen zijn het belangrijkst. Maar je voeten zijn ook heel erg belangrijk voor de pedalen en om je evenwicht te bewaren. Maar ja, het maakte hem niet uit. Hij dacht, ook heb ik zoveel pijn. Ik kom hier, want ik wil sowieso bij Games & Concerts zijn. Dus dat vind ik sowieso al een applaus waard. Hij gaat een uitgebreide transcriptie van Super Mario 64 spelen. Een heel groot applaus voor Bibi Suriani. Ik ben heel fanatiek gamer. Ja, absoluut. Ik ben helemaal gek op gamen. Als je aan het gamen bent, dan heb je daar een gevoel bij en dan wil je erin verdwijnen. Daarom heb ik het thuis bij mij ook zo, wil ik het zo groot mogelijk. Ik game op een scherm van 6 meter. En dan vind ik het leuk om dat gewoon helemaal, ik wil er helemaal in oplossen.
Jongens, het doet waarschijnlijk te veel pijn. Ik wil een heel groot applaus voor Wiebe Suryadi die toch hier naartoe is gekomen. Het stuk is ook echt voor gamers geschreven. Er zitten allemaal themaatjes in die alleen maar gamers herkennen. Als ik het stuk gewoon zou spelen voor gewoon publiek, dan hebben ze geen idee wat ik aan het spelen ben. Dan, geen één thema zal herkend worden, alleen het Mario-thema, voor de rest zal niks herkend worden. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat het publiek al die thema's die ik ook verstopt heb en die ik een beetje moeilijk heb, dat ze daarop reageren. Dat zou echt leuk zijn. Wiebe, geweldig, geweldig dat je toch nog bent doorgegaan. Hoe voel je je? Het publiek wil ik heel erg hartelijk bedanken. Ik wil je echt wel. Ik zag het helemaal niet meer zitten. En excuses dat het gewoon echt... Ja, het ging gewoon... Het deed gewoon echt zo pijn.
En dat, ja, op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga nog even door, kan nog wel. En op een gegeven moment kreeg ik zo'n steek, dacht ik van, oh nee. En dan heb je je handen al teruggetrokken en dacht van, oh, nu is het voorbij. En maar ja, dan zo'n warme reactie, dat is echt fantastisch. Echt fantastisch, 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 fantastisch. Ja, dat was voor mij echt bijna een droom die waar kwam. Toen het 3 jaar geleden eindelijk gebeurde hier in Nederland. En dat wordt ook steeds beter in, ja. Ik heb het eerst gezien, het tweede ook. Ik vind het echt, ik vind het geweldig. Everybody put your hands in the sky now, come on. Games in concert, H1, Brainpower, TLM. You choose to stay, you will lose today. Innocent bystanders are pushed away. You see, I don't talk, I let the silence be. At first I stalk and then you might see me. Ik weet wel dat games de toekomst is en blijft. Leisure Suit Larry is een klassieker. Die gast die gaat door allerlei platforms heen en die loopt dan nog zo. Gaat zo bochten om en zo. Dus het is echt old school. Dus ik was heel blij dat hij bij mij terecht kwam. Gamers, dat vind ik onwijs leuk. Die zijn echt zo fanatiek. Ik vind het hartstikke leuk. Weet je, het mooie is van de liedjes van vroeger, dat hebben met piepjes en bliepjes gedaan. Maar in je hoofd, als je dan uren met zo'n spel bezig bent, dan gaat het toch veel meer leven. En als je dan dit soort versies hoort, ja, dat komt heel goed in de buurt. Geweldig. En zeker de oude console spellen, daar zit gewoon goede muziek bij. En het lijkt me leuk om dat een keertje te horen met een voorkest. En ook met de oudere spellen, ja, je leeft weer helemaal op. En als je terugkomt, ga je dat spel weer spelen, want je hebt hem gehoord. Dus je moet hem weer even spelen. Zeker, dan gaat de doos weer over oude spellen. Oh ja, die gaan we weer spelen.
straks voor het eerst de muziek horen van Overlord 2. Componist Michiel van den Bos, die zit in de zaal, die heeft deze muziek geschreven. Daar wil ik alvast een applaus voor horen. De main team van Overlord 2 met het Metropool Orkest onder leiding van Jurjen Hempel. Het aanbod kreeg om, dit concert te doen, ben ik wel direct op YouTube gaan kijken van, ja, maar hoe ziet dat eruit? De muziek
Ja, dat kan ik natuurlijk wel plaatsen. Ik ben muzikus, maar hoe ziet het plaatje eruit? Dat mensen dus erbij, die totale ervaring bij hebben. En ook kan ik dat ook vervullen voor de mensen daar? Ze zingt in de grootste concertzalen van Parijs, Wenen, Athene en New York. En vanavond is ze hier speciaal voor ons voor Games in Concert. Ze gaat de opera Maria and Draco van Final Fantasy VI zingen. Ik wil graag een heel groot applaus voor Tanja Cross. Ik kende de game die ik ga uitvoeren niet in de zin van dat ik het zelf heb gespeeld. Maar ja, de namen ken ik natuurlijk wel. Final Fantasy en World of Warcraft. Ik weet dat ze allemaal bestaan. En ik vond het helemaal te gek om uitgenodigd te worden voor Games in Concert. Want het is wel een heel goed middel om mensen in een concertzaal te krijgen. En ook gewoon muziek te spelen, die klassiek is, het is met een orkest. Maar die iedereen ook al kent. Dus de herkenning zal heel erg groot zijn.
ziens. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Slemmo. Houdoe.